Welkom in deze tips en tricks. Laten we even zien hoe we vanuit Solid Edge naar Teamcenter bestanden kunnen wegschrijven wanneer ze gereleased zijn. Wanneer we namelijk in dit geval bijvoorbeeld deze samenstelling openen en ik geef aan bij Manage dat ik ze graag naar Teamcenter wil gaan toevoegen, dan zal ik zelfs na het identificeren van alle deelonderdelen hier nog een issue vinden. Nou, in dit geval heeft het te maken met this document is released. Change the status to available by using set document status to available command from the tool menu. Nou, dit betekent dat ik in dit geval alle bestanden even selecteer. En dat ik binnen Teamcenter de exporter is het mogelijk om in dit geval ze weer available te maken. En dat heeft vooral mee te maken dat ik binnen Teamcenter in dit geval geen release bestanden heb. Wanneer ik in dit geval met de rechtermuisknop dan op die bestanden weer klik, dan kan ik eventueel ook die data gaan ophalen, want we zien hier bovenaan dat die nog in dit geval gehide zijn. Wanneer ik in dat geval aangeef van retrieve data from Teamcenter, dan zal ik even moeten inloggen en vervolgens zal ik na een kleine tijd aan de rechterkant zo meteen een tabel vinden met de informatie die ik mag invullen. Daarnaast zal ik aan de rechterkant hier dus de tabel vinden. En wat ik dan kan doen is automatisch door in dit geval Teamcenter nummers eraan laten assignen. In dit geval krijgen we de ID's te zien die direct relateren met onze database. Of zoals we net vorig hadden, eventueel handmatig hier de spullen invullen. Zodat we op die manier het kunnen gaan toevoegen. Ik doe het nu op deze manier. Nu zien we ook aan de rechterkant dat er geen issues meer zijn. Er zijn groen gekleurd. En wat ik nu kan doen is perform actions en dan is het een kwestie van even wachten tot de bestanden op Teamcenter staan. En vervolgens kunnen we ze daar vinden. En vervolgens kan ik op OK klikken. En dan binnen Teamcenter kan ik naar My Workspace gaan. Als ik dan even vervolgens alles ga refreshen. Dan zullen we hier onderaan nu de lantaarn vinden. Kijk even welk element het is, welke samenstelling is. Dit is hem. En hier vinden we hem vervolgens. Dus op deze manier kunnen we vanuit Solid Edge gereleased bestanden binnen Teamcenter halen. Bedankt voor het bekijken en graag tot de volgende keer.